nachtvlinder is toch voor mij een extra dimensie in mijn sportbeleving, in mijn duivensport. En ik voel aan duiven die dus ook net naar de prijzen zijn, dat ik toch als het ware nog meer respect heb. Al zijn ze ook buiten de prijzen, als misschien met andere disciplines heb. Dat voel ik gewoon aan mezelf, dat ik toch de laatste duif ook nog verwelkom als een grote sportprestatie. Wil Geudens, die belde mijn knop en zei van man, je zoekt altijd de aparte duiven en ook misschien voor de marathon. Hier in de buurt vliegt een aparte duif bij Jan Bullens. En die vliegt nu alweer een tweede van de sector. En die had dus achteraf dus een eerste en twee keer een tweede gevlogen op drie verschillende Belgische raaks in drie verschillende jaren. Met wind van achter en wind van tegen. Dus het was een allround duif en echt opvallende prestaties. Dus dat, ja, dat was een goede tip en we zijn er naartoe geweest en hebben de duivens gekocht. En achteraf was dat dus ja, een schot in de roos. Dat was niet iedere jong natuurlijk, maar wel, ja, er zijn een boomgemiddelde goede duim uitgekomen. Dat was eigenlijk dus de stamduif. Ik kan me vroeger herinneren dat ik misschien 30 jaar terug, ik heb een duif met Cobuut heb gekocht. Raymond Cobuut in Anderluus, ook een Belgische liefhebber. Maar dat heb ik een 2-3 jaar geprobeerd, maar was ik alleen en de winkel had ik en dat was eigenlijk toch te veel. Dus daar ben ik daar weer mee gestopt. Maar toch al in de liefde wel een beetje gebleven zo. En toen was er een jaar of 15 terug, de wereldkampioenschap van Vasile Laga. En die won eigenlijk met drie categorieën, maar met die drie categorieën kon ik met mijn eigen duiven goed meedoen. Maar toen kwam er een nieuwe categorie bij Grote Vond. Ik denk, verdorie, ja. Ik wil wel blijven meedoen, maar ik wil eigenlijk geen kweekok hebben met overnachtduiven. Toen heb ik 10 jongen gekocht met Jan Hermans, of gevraagd, kan ik 10 jongen krijgen? En dan heb ik ieder jaar 10 jongen dan uitwend. Dan heb ik misschien op de duur ook een paar duiven, die kan ik meedoen voor die competitie. Maar toen een jaar later werd die competitie werd helemaal van de baan. Dus toen had ik dus al een paar jaar die duiven gehad en toen had ik dus een jongen gefokt, maar toen had ik er eigenlijk niet meer echt nodig voor die wereldkampioenschap mee te doen. Toen heb ik de jongen weer teruggebracht die ik van Jan Hermans gekregen had. Maar inmiddels had ik nog misschien 5 jongen waar ik mee vloog. En er was onder achteraf Miss Waalder erbij. Maar die speelde ik gewoon op de gewone vluchten. En toen was hij 3 of 4 oud, toen zei iemand in de vereniging, man, je hebt een zo'n vondduif, doe maar eens een keer mee op de overnachting. Dus toen heb ik die meegedaan, was hij 3 jaar oud, denk ik. En toen vloog je dus in 2 jaar, of om een korte oorlog vlieg je dus in 3 weken tijd 2 keer eerste in de sector. En werd aasduif van Nederland. Maar toen had ik ook geen personeel of geen, en ook niet, die ambitie wel, maar niet de tijd ervoor. Dus toen heb ik die Miss Waalder verkocht. Ik heb er nog 2 jongen van aangehouden, dus weer naar terug naar Jan Hermans. Dus toen, een 3, 4 jaar later, toen heb ik een bedrijfje begonnen met Kjeld erbij. En Kjeld was ook weer wat nieuwe moed en nieuw enthousiasme. Dus en toen kwam de oude liefde weer een beetje boven. Toen had ik dus die 2 kinderen nog van Miss Waalderen. Dus toen is het weer een beetje weer op begonnen te rakelen, zeg maar. En dus toen hebben we weer een nieuw ak gebouwd. Dus een jaar of 8 terug ben ik eigenlijk weer wat serieuzer begonnen, zeg maar. Ja, de basis van de marathonduiven was dus het begin van Miss Waalderen. En daar hebben ook nog 2 zusters van. En die hebben ook later achteraf goed gekweekt. We hebben later nog een paar duimen gekocht door de jaren, ieder jaar een paar bij Noël Peren. Waar ik ook als voor de vond ik wel geweldig tegenop kijk. Over zijn lange jaren wat goed spelen en over zijn ideeën over de duiven. En er is een duif 1 of 2 bijgekomen van Cor van Dommelen. En waar dus een zuster van de Paasborst ook goed kweekt. En een paar duimen van Cor de Eide. En van Jos Joosen hebben ook een paar duiven die goed bevallen. Dus dat is eigenlijk een beetje in korte lijn de basis. En vergeet nog geen duif, die noemen we Miss Anke. Die hebben we van Jan Hermans gekocht en die komt uit Annette van Wim van der Velden. En Annette van Wim van der Velden die vloog eerste Nationaal Barcelona in 2005. En de moeder vloog 4e Nationaal Barcelona, Milena. En dat is achteraf ook een geweldige, goede kweekduvin geworden. Dat is eigenlijk een beetje de basis van nu. Voor versterking in het algemeen, ook voor de eendaagse of wat dan ook, heb ik een beetje overgenomen van Louis van Loon. Die heeft altijd over goede families, veel goede broers, dus eigenlijk goede kweekkoppels. Dat is eigenlijk voor hem de basis en dat heb ik ook overgenomen. Daar ben ik ook
met zijn, ja, ik denk een simpel idee, maar ja, dat kan ik ook een beetje begrijpen. Dat zie ik bij de mensen, je ziet ook families die het zij sterk zijn of slim zijn of lui zijn. Of, dus dat is ook niet zo'n grote stap naar de duiven toe. Dus ik zoek er in goede families. En dan dus dichtbij de goede familie of zo dicht mogelijk. Dus is er ergens een crack, dan als ze aan de crack zelf kopen of een kind eruit of een broer ervan. Dus dat, verder neem ik dan geen genoegen mee. En dat is niet ieder schot is aan raak, maar dat is het enige waar ik mee aan vasthoud. Dus geen andere theorieën van ogentheorie of andere keurings. Het is mooi als een duif mooi in de hand is, maar ja, 99% is de prestatie waar het om draait. En van goede families. Dus daar zoek ik eigenlijk alleen maar naar. Toen we dus bij de Jan Bullens een afspraak aan gemaakt om die te bekijken. Ja, was er gewoon een hele mooie duif in hand, maar niet extreem. Ik zei van jongens, zo duif ik nog nooit in hand gehad. Maar omdat dus die prestatie voor mij ja, voor 99% het belangrijkste zijn. En dat was eigenlijk uitzonderlijk voor een vondduif. Dus ja, het was gewoon een prachtige duif. En een duif die zulke prestatie heeft, die moet gewoon goed zijn in de hand ook. En die moet de spieren goed zijn, dus je kunt het ook omdraaien. De selectie. Als een duif 4-5 jaar goed speelt, dan zal alles wel goed zijn. Dan hoef je nergens meer aan te twijfelen. Dus dat was bij die Jan Bullens ook, bij die duif. En dan heb ik hem uit de eerbetoon aan Jan Bullens, heb ik hem dat een rode duif was, Red Bullens genoemd. En ja, en of het dan, ja, of je later, dan weet je niet of er zo'n goede kweker. Dat is natuurlijk de volgende stap. Dus net als misschien met mijn kleine Dirk, die was een goede speler, of echt een goede vliegduif. Maar of het een goede kweekduif is, dat weet je op dat moment nog niet. En als dat ook nog plaatsvindt, dan krijg je dus iets aparts. Of dan krijg je een uitzonderlijke klasse. En dat was dus ook die, achteraf nu die Red Bulls, maar dat weet je voor de tijd niet. Voor mij is het belangrijk als je een duif op een kweek zet, dat je geen gelukstreffer op een kweek zet in ieder geval. Die is hem één keer goed gespeeld of twee keer. Maar als een duif 10 keer goed speelt, dan is het gewoon een kampioen. En in één keer kan een keer geluk zijn. Dus eigenlijk voor mij is de vluchten of een duif die naar de kweek gaat om uit te sluiten dat het een geluksvogel was of voor één keer. Dat is het enige waar ik mee bezig hou en die lijn hou ik vast. Dus dat een duif, een goede, die moet over meerdere keren goed gespeeld hebben of asduif zijn of en van hele goede families komen. Dat is eigenlijk het enige in wat mij interesseert. En natuurlijk de buitenkant is daar mooi bij, maar verder interesseert me eigenlijk allemaal heel weinig. Dus ik koop ook wel duiven die ik nooit zie, maar gewoon puur door de prestaties. Dus ook een voorbeeld was niet voor de overnacht, maar in principe maakt het niks uit. Er was een duif in de buurt, wat achteraf de vader is geworden van Amoré. En Amoré is een hele goede kweekduif in mij geworden. Maar die duif heb ik nooit gezien. Toen had ik de winkel nog, ik kon niet naar de verkoop gaan en ik vond die duif had 5 jaar goed gepresteerd. Ja, en achteraf was er geen mooie duif in hand, maar een geweldige kweekdover. Dus daar heb ik ook al van geleerd dat de buitenkant ja, mooi erbij is, maar dat is niet van doorslaggevend. Maar ja, het moeilijkste is in alle sporten om aan die extra duiven te komen. Dat blijft voor iedereen moeilijk. En dat is eigenlijk het grootste probleem in de sport of in de duivensport. Dat maakt niks uit. Het lijkt allemaal heel wat mooie namen, maar er zijn eigenlijk maar weinig goede spotters. Voetballers, duiven, die zijn er bijna niet. En dat is de enige droom die je hebt of waar je naar op zoek bent. Dit is dan de stamdoffer van mijn hok op dit moment. Ja, als eerbetoon aan Jan Bullens hebben wij dat een rode duif als Red Bullens genoemd. En ja, toen wisten we dus alleen maar dat een hele goede vliegduif was, maar dan geen goede kweker. Maar nu weet men dus ook dat een hele goede kweekdoffer is. En dat hij dus ja, ons een geweldige boost heeft gegeven op de overnachtvond. Ja, je bent in de sport dus altijd afhankelijk van een extra duif. En dat is, kun je echt zeggen dat dit een extra doffer is. Daar hebben we echt eigenlijk alles aan te danken. Met verschillende vinnen en nu al een paar zonen op kweekhok die ook weer goed doen, dus dat zet ze heel goed door. En Red Bullens die vloog op 3 verschillende Bergeracs, ook in 3 verschillende jaren in de sector, ik denk gemiddeld tussen de 4.500 en 5.000 duiven. Een eerste en 2 keer een tweede, met alle soorten snelheden, dus tegen de wind in en ook van de wind af. Dus dat was op zich al voor een vondduif heel indrukwekkend. En nu dus ook nog goed kweekt is het dus ja, eenmaal een schot in de roos. Deze duif is Noël. En Noël was de eerste duif die we van Red Bullens op de kweek hebben gezet. En als 2-jarige vloog hij op 1 vlucht een hele zware chaos. Vloog hij 2 dus van de sector af van afdeling 10. Maar hij vloog ook 4 prijzen en werd er afdelings
in de Noordelijke Vonkelen werd die aasduif. En omdat ik denk nou geen kinderen had van, of van, ja, die ik zelf op een kweek had, die bij mij gevlogen hadden, maar dit de eerste die dus als tweejarige reeds op de kweek kwam. Omdat hij mij wel eigenlijk had overtuigd dat hij dus iets aparts kon. En later is ook, bleek ook dat hij een hele goede kweker is. Want een zonde van de staat, die was in 2016 mijn beste vliegduif en die is nu ook op de kweek gekomen. Het is een ork van 4 afdelingen. 1 afdeling is dus ja, opgehofferd of gebruikt voor de overnachtduiven. En die is, de afdeling is verdeeld in 2/3 is voor broedbakken en 1/3 is voor wederdevinden die zitten op schappetjes. Dus hier speel ik dus dubbel wederschap. Maar het is in wezen eigenlijk 1 ork. Alleen dus die wederdevinden kunnen we straks weer zien laten. Die zijn een ork hiernaast en die kunnen dus ook nog in een rennetje buiten. Als ze wat beginnen paderig beginnen te worden, dan heb ik dus de mogelijkheid om ze dus ook nog naar buiten te doen. En de broedbakken zijn zo gemaakt niet. Sommige mensen denken dat ik gedaan heb voor, om motivatieredenen, maar dat was eigenlijk niet, daar hou ik eigenlijk niet zo van voor dat idee. Maar meer dat ik dus op kleine ruimte veel broedbakken kan plaatsen om